Gast, ik wou voor jou dikke views regelen met die cliffhanger, maar dan ga je het zo doen. Nou, je bekijkt het maar, hè. Zo, ja, nee, als je me ook niet wil. Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatarlocke met Sander van GamingSB. Ik ben de Water Tribe. Ik weet niet of dat al duidelijk was. Och, daar gaan we wel. Heb je je haren ingevlecht net als Katara? Nou, dat niet. Nou, dat is voor volgende aflevering misschien een leuk ding om te doen. Ja. Maar ja, ik ben dus de Water Tribe vandaag. Oh, Rotom houdt van me. Ziek. Ik drukte op Rotom en ik kreeg een hartje. Cute, cute. Tenminste, iemand die me leuk vindt. Hey. Ja, oh. Nee, daar zit het in. Oh. Ik zou er ook heel ik denk dat Rotom onzijdig is, of niet? Of is, kan die ook male en female zijn? Nee, Rotom is gender neutral. Ik ga niet zeggen dat ik daar een afkeur op heb, maar ik heb toch liever. Hè, dit is niet. Maar ik heb liever gewoon geen Rotom. Wojo? Ja, sorry, ik val niet op Pokédex wezens. Niet? Wat heb je tegen Pokédex wezens? Nou, wat hebben Pokédex wezens jou ook ooit aangedaan? Nou, dat is het niet, maar het is gewoon. Kijk, ik heb dus zo'n fetish dat ik daar niet op val. Ik weet het, is een beetje raar. Ik wil het er ook liever niet over hebben, maar... Anti-fetish. Nou, ja. Eigenlijk wel, en dat is heel, heel sneu. Een Toucanon, is dat normal flying? Ik heb maar één Capstaraptor, ik ga hem toch niet gebruiken. Ik ga hem ook niet vangen. Volgens mij is het alleen een vliegende Pokémonster. Nou, wat een hater. Ik weet ook niet welke kant moet je op. Oh, daar is... De goede. Stone. Ja, nee, oké. Dankjewel. Ben je nog niet bij Powtown? Ik sta nu voor Powtown met een dubbel battle te doen. Ik ben wel tegen een skullmannetje aan het vechten, maar dat is op de weg naar Powtown. Oké. Oh, dit is zo'n... Ja, zo'n Koffing. Ja. Is het een Galarian Koffing? Oh nee. Ja. Toevallig wel. Hoe wist je het? Ik denk, je gaat die nooit raden. Ik denk dat het een gewone Johtonian Koffing is. Ik weet niet of dat, ja, dat dacht ik de normale benoeming is voor... Dat is de normale benoeming, ja. Ziek. Maar hoe doe je dat dan met Johto? Johtonian? Er bestaan nog geen Johto Pokémons die een... Nee, maar... Oh jawel, Stantler nu, hè? Ja, hier. Een Johtonian Stantler. Ja, dat weet je nog niet, want het kan zijn dat Stantler nog gewoon een normale vorm heeft. Want het is natuurlijk een evaluatie van Stantler. Oh. Nou. Dus misschien dat die nog hetzelfde blijft. Heb je geen enkele... Je hebt toch wel... Wacht, zijn de Galarian vorms ook allemaal? Volgens mij niet van Johto Pokémons. Ja, maar ook niet allemaal Gen 1, toch? Nee, niet allemaal Gen 1, nee. Oh, nee, natuurlijk niet, want je hebt die Gemask. Die is trouwens echt vet. Ik snap niet dat mensen die niet vet vinden. Ik weet niet of er mensen zijn die hem niet vet vinden, maar als dat zo is, dan snap ik ze niet. Nee, die Reunerklus? Heet die? Nee, Runerigus. Runerigus? Die is echt vet. Oh, ik sta nu ook voor Powtown, trouwens. Nice. Heb je ook een Tinky Winky Town? Weet ik niet. Oh. Zoen? Pokémon? Wanneer? Pokémon, wanneer nou Tinky Winky Town? Pokémon Teletubby versie confirmed? En waar nou Lala? Ja. En Dipsy Town. Dipsy. Ik wil ze allemaal. En Nunu Town? Die wil ik ook. Nunu, dat was die stofzuiger? Yep. Ja, oké. Ja, nachtmerrie material. Oh, 1 HP! Wat een bullshit. Die zon was wel echt nightmare material. Wojo, daar ben ik in die zon en dat doe je nu zo. Oh, nee, maar dat wist ik niet. Oh, sorry. Oh, wat heb ik nou weer gedaan? Beetje jammer dit. Ja, maar echt. Wat is type 0? Hoe kan ik zien welke type die is? Hij is 0. Oh, nee. Ja, hij heeft geen... Hij heeft gewoon normal. Want ze hebben de ability natuurlijk niet. Rules. Flash en niet op Bayleef. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar oké, dat mag ook. Bayleef, je kan het. Dat je het kan. Ik ben Bezo lief. Ah, ik snap hem. Ik snap niet hoe mensen Bayleef niet cute kunnen vinden. Dat is toch gewoon de... Op Torket na de meest cuteste middle evolution ooit. Even denken. Van de starters. Even denken. Of ik het met je eens ben. Nou, of cuteness, meer dan het eens is met deze uitspraak. Ziet u in de volgende aflevering. Vond je dit nou leuk? Viel je een blauw? Nee, grapje. Wat een haat. Nee. Ik wil gewoon... Gast, ik wou voor jou dikke views regelen met die cliffhanger, maar dan ga je het zo doen. Nou, je bekijkt het maar, hè? Zo, ja, nee, als je me ook niet wil. Ik hoop dat ik dat terug kan vinden als intro momentje. Ik noem hem ook wel gewoon als je mijn hulp niet wil. Ja. Oh, ziek. Oh. Nee, dit was wel ziek. Dit was leuk. Oh, maar in Powtown heb je zeker ook geen Pokémarkt. Jawel. Oh, geen markt, nee. Volgens mij geen markt. Alleen in en hier kost het toch ook geld? Volgens mij wel, ja. Oh, dat is kut. Deze gast vind ik wel vet of zo. Is het niet de eerste Dark-type? Ik weet nu niet waar het over gaat, maar... Oh, de eerste Dark-type trial. Of de eerste is dit een trial? Nee, toch? Nee, oké, maar... Volgens mij is dat de eerste keer dat er een leider is die... Of iets van een leider die Dark-type is, toch? Oh, dat zou best kunnen. Ik hoef er trouwens niet te betalen, volgens mij. Oh, ziek. Maar ben je nou eens met Bayleef? Ja, ik zei toch... Oh, dat heb ik helemaal niet gehoord, joh. Ik zei toch al van, ik denk dat het wel klopt wat je zegt. Ja, nee, denk ik ook wel. Bayleef is ook mijn favoriete Johto starter, dus... Tenminste, Chikorita. Ah ja, snap ik. Heel veel mensen vinden dus Cyndaquil de vetste. Ja, die vind ik helemaal niet de vetste. Ja, dat wist ik van jou, maar... Ja. Ik moet wel eerlijk bekennen... Ik vind Cyndaquil niet echt erg, of zo. Nou, bedankt voor het kijken van deze serie. Deze serie is nu afgelast omdat ik Sander ga cancelen. Bedankt voor het kijken. Maar ik vind hem niet... Hij is de slechtste van de drie. Dat sowieso. Maar als je kijkt naar alle starters, dan is Tepig bijvoorbeeld veel slechter. Ja, oké. Oh, nou, veel slechter, hij is ietsje slechter. Oké, Tepig is slechter. Oshawott vind ik ook eerlijk gezegd slechter. Oh, oké, ik dacht alleen dat het nu over de vuurtypes ging. Oh, over de vuurtypes. Nee, ik had het gewoon over alle starters in principe. Maar ik vind Oshawott zelf eigenlijk best wel leuk. Alleen ik vind het gewoon jammer... Ik vind Dewott echt vet. Dewott is ook vet. Alleen dan heb je die File Evolution. Ik weet niet eens hoe die heet. Ja, die vind ik ook nog niet zo lelijk. Ik vind alleen Oshawott eigenlijk lelijk. Oh, echt? Nee, ik vind die laatste vind ik dus echt niet... Nou, hij past niet bij Oshawott, maar ik vind het wel gewoon een vette Pokémon. Ik zal hem nooit gebruiken, maar... Omdat ik altijd Snivy kies in Gen 5, zeg maar. Ja. Dat snap ik wel. Oh, dan leeft hij weer shiny. Op 1 HP. Wat is shiny. Dit voor onzin? Wat? Hoorde je wat ik zei? Iets met shiny. Ik zei, ik kies ook altijd shiny in Gen 5. Shiny? Wacht, nee, ik bedoel Snivy. Het lijkt ook allemaal zo erg op elkaar. Als jij dat zegt. Nee, oké. Het zijn maar een paar letters op elkaar. Het lijkt ook op elkaar. Een sunstone, daar heb ik helemaal niks aan. Gaat hij me dubbel slappen? Heeft van één keer slappen al genoeg. Ja, precies. En dan ga ik ook nog eens confused zijn. Nou, ik ben boos. Ik ga even Tim bellen. Oké, reactie. Oh ja, alleen de eerste keer moet je... Ja, sorry, ik was even aan het lezen. Alleen de eerste keer moet je betalen voor je... Of nee, de eerste keer is het gratis healen. En vanaf de tweede keer moet je 10 Pokédollar betalen. 10? Afzetterij. Ja, okay. Dat is wel... Dat is op zich wel wat ook de bedoeling was. Dus waarschijnlijk zijn ze blij het te horen. Ja. Gaat die weer swaggeren? Ik wil niet dat je swaggeren doet. Ja, maar Sander, dat komt omdat jij niet gewend bent aan swag. Nee? Oké. Ik loop weg. Nee, ik loop niet weg, maar... Nou, hij stond wel... Waarschijnlijk heeft Milan er niks van verstaan. Nee, dat klopt. Ja, alleen de mensen van de aflevering snappen het, omdat ik er iets bij uitbeelde. Wat duidt op. Jubbetje. Nou, dit was expres niks, maar... Zo net deed ik nog een beetje mijn best, maar nu ook gewoon niet meer. Het is gewoon typische gaming SB content, zeg maar. In het begin deed je nog je best, maar nu... Nou... Het is zo ongeloofwaardig dat ik lach, maar ik ben echt boos. Het is ook maar een grapje, Sander. Nee, ik neem dit heel erg serieus. Ik stop uren van mijn dagen in die Twitch-compilaties. Nou, ik moet wel zeggen dat die content wel zeker beter is dan vroeger. Dat is toch lief? Ja, nee, dat vind ik heel wholesome. Ja, maar dat is ook gewoon waar. Ja, dat doet me goed. Ook omdat je merkt dat als je... concentreert op één ding, zeg maar, of op niet te veel, dat het ook gewoon beter is, zeg maar. Ja. Nou, en je ziet ook gewoon dat ik nu in de video's die ik stop ik ook meer moeite, denk ik. Oké. Want eerder was het zo van, ja, weet je wat, ik wil gewoon 3 verschillende games spelen en dat wil ik dan ook per se op YouTube doen. En dan ging ik niet de hele video's terugkijken. Dan ging ik een beetje doorscrollen. Oh, hier doe ik dingen overnieuw. Omdat ja, ik dan dood was gegaan of zo. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Alleen, ja, nu kijk ik gewoon de hele video's terug. En soms is dat... Oh, ik moet sowieso €10 betalen trouwens. Ook de eerste keer. Oh, dat heb ik nog niet goed gezien. Ja, nou ja, ik heb nu meer zoiets van, ja, ik kijk gewoon de hele video, want dat is belangrijk ofzo. Maar kijk je ook echt de hele video? Dat doe ik niet hoor. Ja, ik kijk echt de hele video terug. Alleen, de laatste tijd is het ook echt steeds meer nodig. Omdat ik weet dat ik de hele video terug ga kijken. Dus dan, als ik me dan verspreek ofzo... Dan weet ik al van, oh, dit gaat eruit. Ja, wel. Dus dan doe je... Nou ja, ik wil niet zeggen dat je niet je best doet, maar je merkt wel dat je dan makkelijker erin wordt ofzo. Oké. Ik, in ieder geval. Deze gast, die staat gewoon op een autogast. Ja, dat is wel een beetje. Ken je dat Saiter-filmpje? Welk Saiter-filmpje? Nou, dat is zo'n gast, die staat op zo'n auto en dan zegt hij... Saita! Nee, best wel grappig. Het is best wel grappig. Ik heb wel dat stukje met die Electrobus, dat hij zo'n fucking raar geluid maakt. Oh. Ja, dat is van de anime zelf, toch? Ja. Ja, dit was echt gewoon een gast. Een gast die Saita nadeed. Het is echt wel, het is wel funny. Ik weet niet of ik hem ga filmen als ik Saiter on car doe, maar vast wel. Anders stuur ik hem naar je. Dat is prima. Hoe ver zit jij in Powtown eigenlijk? Ik zit al in de mansion. Oh, moet ik opschieten. Oké, nee, ik vind hem niet. Zo gauw. Nou, komt misschien wel een andere keer dan. Ik moet er een Linone. Marowak, oeh, dat kan er 2 zijn. Maar alle 2 is natuurlijk water superfective. Dus dat maakt niet zoveel uit. Mijn brein is aan het denken, jongen. Ik ben echt volgens mij de meest big brain gozer op aarde. Echt wel. Misschien wel. Ik ben trots op je, Sander. Nou, ik wou het zelf niet zeggen, maar ik eigenlijk ook wel. Wacht, maar extra deze C-moves, dat is eigenlijk gewoon Dynamaxen, maar dan voor één turn. Ja, eigenlijk wel. Zo, ja, daar kan je het best wel mee vergelijken. Ik vind dat eigenlijk best wel leem. Ja. Ik, zeg maar, mensen vonden het in het begin van Sun and Moon ook al leem. Toen vond ik het zelf nog niet zo leem, maar nu Dynamax een ding is, ja, nu wel. Nu is het best wel een soort van leem. Maar... hey, als ik daarmee een Marowak one-hit KO kan doen, dan doe ik dat gewoon al. Dan boeit me dat geen ene... een cheater. Nou, ik zou dat geen cheater willen noemen. Ik zou dat gewoon noemen van... de mechanic is niet zoals ik had gehoopt, maar... maak er wel gebruik van. Wel. Dus want, ja. Hypocrisie zou je het kunnen noemen. Ja, dat zou je hypocriet kunnen noemen. Krediet? Dat deed ik expres voor de mensen die dachten dat ik serieus was. Oh, ik moet er is natuurlijk hypocriet. En niet hypocritiet. Wat ook wel een woord is hoor, maar niet het woord. Had ik nou goed gelezen trouwens dat Assassin's Creed weer een nieuwe game krijgt? Nou, dat zou best kunnen. Orlog of zoiets? Jij bent, hier de Assassin's Creed... ja, nee. Ik weet het niet. Ik heb dat niet meegekregen, maar... dat zou best kunnen. Hé, hoe krijg ik die password? Moet ik gewoon alles proberen of moet je per se... Oh, ben je daar helemaal naar boven meteen gelopen? Nee, je moet in al die kamertjes moet je die papiertjes zoeken. Ja, oké, maar je moet wel echt die papier... je kunt niet gokken, zeg maar. Oh, ik denk wel dat je kan gokken, ja. Oh. Nee, in ieder geval dan is het Poison Jab. En de allerlaatste vraag moet je met nee beantwoorden. Maar dat is het dan ook. Nou, de eerste vraag goed en de laatste sowieso fout. Dat is goed om te weten. Ja. Een flow. Nee. Ik wil niet confused zijn. Ik hoef niet tegen Eternal Flowhead. Oh, maar wel... ik moet tegen... Mellowet aan, maar... moet je wel tegen een Flowhead dan? Ja. Wanneer moet ik tegen een Flowhead dan? Ja, een aantal afleveringen terug. Ja, ook redelijk recent, hè. Ja. Dat was wel... maar volgens mij was dat niet ook toen we het er net over hadden? Of zo? Dat is volgens mij echt hype moment. Nee, ja, jij zei van... oh, Flowet, dat zal wel AC zijn dan, zeg maar. En dus, toen begon ik daar een beetje over te praten. En toen was het ook een AC Flowet. Oh, ja. Een Jumpluff. Deze gast leeft in 2009, toen jumping nog een ding was. Dat is een goeie. Als je een jumpje vangt een keer, dan kan je hem jumpstyle noemen. Ja, dat zou ik ook wel doen. Dat was echt, dat waren nog eens tijden. Je had ook, dat was één ziek droog filmpje. Dan had je gewoon de krokante krab, zeg maar, van SpongeBob. Yeah. En dan had je daarin stonden Patrick en... oh, Lucky Egg! Stonden Patrick en SpongeBob en die gingen dan gewoon heen en weer eigenlijk. Patrick, is dat die spons? Ja, ja, dat is die spons volgens mij, ja. Referentie naar de vorige aflevering. Ja. Heb jij Lucky Egg gevonden, zei je dat nou? Ik heb een Lucky Egg, ik heb een Lucky Egg. Had ik al gezegd dat ik een Lucky Egg heb? Wat heb je? Zo'n Lucky Egg. Oh, Lucky. Waarom heb ik zo geluk met die... nou, maar echt. Eggs. Nee, met de items wou ik zeggen, maar ook met de eggs eigenlijk wel, ja. Ik had vorige, zo'n masterbal, vorige aflevering, ja. Ja, dat je zo wil winnen. Nou. Volgens mij zie ik hier zo'n papiertje. Ja, maar. Hou je mond. Oh, bonus suite. Ik hou van bonus en ik hou van sweet. Dat is super chill. Oké, de eerste was Poison Jab. Poison Jab. Oh, ik deed Poison Gas trouwens, dus dan had ik het alsnog fout. Ja, die tea of milk of cacao, dat weet ik niet. Deze Marowak deed net de Sander aanval. Body Slam? Nee, trash. Dat staat echt nergens op. Trash. Wat track. Oké. Vond je die niet grappig? Oh, jammer. No. Ik dacht, jij kan die grap wel waarderen, maar... Blijkbaar niet. Nee, ik heb hem fout. Grip. Oké, Poison Jab. Die weet ik zeker. Bonus Sweet, weet ik ook zeker. Die heb ik ook gezien. Rosemary Tea. Ik ga voor de Rosemary Tea, want die is mooi. Even een Rosemary of Pokémon. Oh, shit. Ik heb echt geluk. Oké, Poison Jab. Bonus Sweet. Tapu Coco. No. Wahaha. Zie, ik wist het. Ik wist het niet. Ik had die cacao vraag had ik wel vergeten. Oh, ik ben echt een sukkel. Sander, zeg even dat ik een sukkel ben. Je bent een sukkel. Dank je. Nou, dat zeg je toch niet? Ik vind dat echt respectloos. Ik ook, jij zei van mezelf. Nou, het is dat ik... Ja, ik weet eigenlijk niet. Het is gewoon respectloos. Punt. Ik ben ook best wel teleurgesteld, Sander. Wow, it's your boy. Geef me de G, geef me de U, geef me de Z, geef me de M, geef me de A. Wat krijg je nou? Een Guzma. Moesga. Oh, dan heb ik het verkeerd gespeld. Ik ben niet goed te spellen. Oké. Zo, ik moest even uit beeld uithuilen. Ik kan weer terugkomen. Als je denkt, oh, wat zie je ogen rood? Ja, ik moest even huilen, want ik kan niet spellen. Nee, hij kan niet spellen. Nee, hij kan niet spellen. Hij kan echt niet spellen. Deze beat, ik ga je echt los op. Dan vraag je je af welke beat. Ja, dat horen alleen wij. Dat is zieke heks, maar... Ja, die horen jullie niet, jammer genoeg, maar... Beetje sad. Het is wel sad voor jullie, maar... Hé, maar Leech Life in deze game is helemaal niet kut. What the fuck? Nice. Dat dacht ik. Ja, dat was hij gewoon altijd geweest, dus... Ik denk dat... Vandaar. Ja. Ja, weet je niet dat Soepets altijd Leech Life hadden en dat je dan 1 HP eraf kreeg? Dat je dacht, oeh, nu word ik bang. Hoe kan elke Pokémon tegen mij op 1 HP levend blijven? Ik denk dat ze zo hebben gedaan, zo van... Oh, kut. Wat gebeurt er? Ik wil het er niet over hebben. Wie is er dood? Hoe weet je dat? Ja, omdat jij altijd meteen jouw moed verandert als er een Pokémon dood is. Nou, ik was mogelijk eventjes vergeten. Kijk, ik dacht Bug-type, Psychic. Dat is goed. Dat is ook. Alleen, ja, Psychic is natuurlijk ook super effect voor Poison. Dus ja. Very sad, dus eigenlijk. Ja, maar dat wel. Welke Pokémon is er nou dood dan? Venomorf. Oh, die net in je team zat. Ja. Ik moet ook wel zeggen, ik ben aardig underleveld als ik die met tank zo zie. Dan, is dat... Welke levels heb je dan? Even kijken hoor, ik heb... Nee, ik wil geen spoor. Oh, misschien dat ik wel spoor moet leren. Nou ja, boeien. Ik heb, eventjes kijken. 41, 41, 41, 40 en 45. Oh, en dan was Vinnie 37. Wat? Jij hebt hogere levels dan ik. Oh, dat is oppassen, want Moes heeft level 41. Dat valt wel mee. Ik dacht dat ik nog veel lager zat, maar ik zit wel iets hoger. Nou, ik heb ook het nadeel dat mijn Venomorf stond voorop. Alleen die was eigenlijk gewoon ja, level 37 of zo. Omdat ik die niet goed genoeg had getraind. Alleen, ja, ik ben mijn domme kop daar gewoon, nou ja, met tankje moet ik even verslaan. Dan ga ik die verslaan en niet denken, oh ja, wacht, level maakt ook uit in het leven. Nou ja, oké, fijn. Hmm. Wat doet Coil? Nog nooit van gehoord. Ja, ik heb er wel iets van gehoord, maar ik weet eigenlijk niet wat het doet. Ja, dat was eigenlijk ook wat ik bedoelde. Maar... oh. Leafblade. Die ken ik wel. Dat doet zo van... auw! Wat gebeurt er? Nou, Leafblade deed veel damage. Ik heb, waarom heb ik zoveel, moet ik zoveel trainers verslaan? Ik heb ze ook allemaal ontweken, misschien is dat het. Ja, dat zou ook best met je level te maken kunnen hebben, ja. Weet, als ik nu een paar keer Icy Wind had gedaan, had ik hem kunnen verslaan. Oh, zijn attack en defense zijn ook omhoog, vandaar dat hij zoveel doet. Maar dat is wel even kut. Shit, man. Ik weet het even niet. Je kan het, Sander. Je kan het. Gewoon hopen dat ik eerst ben. Ah, nee, dan ga ik naar Ice-type verliezen. Dat wil ik echt niet. Ik moet Superster. Die resist wel. Maar die is niet... mm. Grasbeest level 40. Maar resist ook, dus dan doe ik dat gewoon. En die is veel health. Mogelijk doet het dan genoeg voor mij om nog eentje te tanken dat ik kan healen. Oké, dat was een crit. Oké, nog een crit en ik ben dood. Maar als hij geen crit heeft, dan ook niet. Je kan het, Sander. Dat moet ik nog zien, maar dankjewel voor je goede... oh, en slam. Oh, niet dood. Yes. Mag ik juichen? Mag ik juichen? Ja, of nee, dus zonder juich vandaag. Jij mag zeer zeker juichen. Yes. It's your boy Guzma. Oké, slam, hoeveel doet dat? Ja, die Surfine is ook altijd echt... ik weet dat ik zei dat dat mijn favoriete Gen 5 Pokémon is, misschien na dit... minder. Nee, grapje. Ja. Volgens mij moet ik er nog een, want ik heb alleen mijn Tang en Surfire nu verslagen. Nee. Oh, dit gaat echt heel kut worden. Wat? Ik moet tegen Rotom. En alleen Harry en IJsbeer zijn eigenlijk... ja, neutral tegen. Oh, ik moet tegen een Zygarde. De doggo vorm. Maar... Harry heeft wel crunch. Oh, dit is Heat Rotom. Oh, als je water aan... ja, ja, trouwens, ja. Je hebt wel een wateraanvalletje. Ja, ja, ja. Dat is ook niet het probleem. Het probleem is dat Boompad, sorry. Dat die laag level is. En dat hij een dubbelteam doet. Oké. What the fuck is dit voor aanval? Boompad. Oh shit, dat deed veel damage. Go. Oké, de Zygarde is dood. Dat is chill. Nosepass. Gaat hij nou substitute? Gast. Wat een loser. Weet je wat? Ik blijf. Nee, ik blijf niet in. Ik ga wel naar Obelix. Okay. Hij is natuurlijk ook nog steeds electric. Ja, nee, dat wist ik. Dat was ik eventjes vergeten. Ah, ik moet nu healen, want hij is ook sowieso eerst. Maar dan kan hij weer substitute doen en dan... dit wordt... Dit gaat echt fout. Yup. Voorzichtig, Sander, je kan het. Ja, ik doe ook wel voorzichtig. Oh, shockwave, oké. Okay. Dat maakt het niet beter. Hij is eerst. Dat is het punt eigenlijk. Ik ga gewoon naar Harry. Fuck dat. Dat boeit me niet. Ik wil gewoon niet... Ik ga gewoon geen risk nemen. Misschien is dit ook wel een risk, maar dat weet ik niet. Nee, valt mee. Hier. Hier. Precies. Ook nog een Darkrai. Waarom? Oh, Crunch is natuurlijk super effectief. Boom. Heb je gehoord dat ik fucking hard genaaid word? Oh, wat? Hoezo word je fucking hard genaaid? Ja, ik moest en tegen Zygarde en tegen een Darkrai. Ja, maar dat hadden we niet afgesproken. Met de game. Nee, ik ben boos op de game. Nou, nee, ik ben niet eens boos. Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld zelfs. Hij is toch dark, lijkt me. Wat is goed tegen een Darkrai? Oh, ik doe dom. Darkrai is dark. Dus fighting. Maar volgens mij is hij ook ghost. Nee, hij is niet ghost. Dat is een misconcept. Oh, choice band. Fuck. Oké, ik deed dus crunch, want ik dacht dat hij... ja, mijn brein dacht gewoon... Rotom is ghost. En daardoor deed ik crunch, alleen ik ben choice banded. Of ja, nee, focus banded. Dus nu moet ik crunch doen, maar ik had veel beter boomburst kunnen doen. Maar ja, dat stab met mijn Harry. Wel vaker trouwens. Maar goed. Jezus, wat flauw gaat. Hoezo hit hij alle hypnoses? Wat is het voor een bullshit? Doe de crunch. Doe de crunch, baby. Doe de crunch, yeah. Het werkt. Ik ben levend uit... Nee, niet. Want ik ben Venomorf verloren. Sleep Talking. Ja, ze kunnen de A niet uitspreken. Ik ben echt zo kut. Nee, vader, dat je het zelf door, hè? Ja, nee. Hoezo? Wat een onzin, zeg. Als je nou weer hypnosis raakt, ik wou wel zeggen. Oké, Darkrai is dood. Cool. Maar heb jij Guzma verslagen of... nu heb ik toevallig net Guzma verslagen. Stiek. Guzma, what's wrong with you? Ja, Guzma, wat is er wrong met je? Ja, Guzma, vertel. Krijg ik nu zo'n buggy MZ? Mogelijk. Ik weet het niet. Oh, dat is Buggy MC, zie ik. Ja. Oké, ik denk dat we de aflevering gaan beëindigen. Bedankt voor het kijken. Dit is Buggy MC hoor, ik weet niet wat jij gaat doen, maar... Oh, die heb ik al gepakt. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Oh, vond je dit een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vind je Sander de coole jongen? Ga dan lekker naar zijn kanaal om op hem te abonneren. En dan zie ik je graag weer de volgende aflevering. Oh, dus. Ik heb pijn. Ja. Mijn Venomorf is net dood. En ik krijg nu de Buggy MC. Ja, dat is wel pijnlijk, ja. Dus voel je met me mee. Abonneer. Dan vind ik het goed. Zeker. Adios, amigo.